Voordat je je website gaat maken, zorg dat je ingelogd bent op je mailadres van school. Dat is een Google-adres. Ik zit hier in mijn mailbox. Als dat het geval is, dan klik je op de 9 puntjes die daar staan. En als het goed is, staat daar bij jou ook ergens sites. Daar, maar dat hoeft niet op dezelfde plaats te staan als bij mij. Daar klik je op. Vervolgens wordt Google Sites geopend. Omdat ik ingelogd ben op meer dan één Google-account op deze computer, wordt Sites geopend in mijn privé-mailaccount. Dat kan bij jou ook gebeuren. Als dat zo is, klik je op dat account en ga je alsnog naar je Sommel-account. Dit is mijn Broekin-account. Dat andere tabblad kan dan dicht. Je komt dan hieruit. Hierbovenin staan een aantal schablonen. Dat zijn kant-en-klaar websites die je zo kunt gebruiken. En je verandert daar een paar kleine dingen in. Dat gaan we doen. Je kiest leerlingportfolio. En vervolgens wordt er een exemplaar van die website opgeslagen op jouw Google Drive. Vandaar dat dat even duurt. Maar we zijn zover. Het eerste wat je doet is daar je naam veranderen in je naam. En je kunt dit vast veranderen in bijvoorbeeld mijn TTO portfolio. Maak hem iets breder, dan kan het, dat vind ik mooier dat hij daar zo staat. Even kijken, de basis hebben we nu. Dit vullen we allemaal later in. Hier ga je presenteren wat je op TTO leert. Maar dat doen we later wel. We gaan eerst publiceren nu. Je klikt op de knop publiceren die daar staat. Vervolgens zie je dat je website een naam krijgt die je net hebt ingegeven. Het is voor jezelf handig als je daarvoor zet TTO-streepje. En dan weet je straks zelfs ook nog dat dit je TTO-portfolio is. De rechten staan, als het goed is, op iedereen binnen het domein Sommel. Daarom is het belangrijk dat je je Sommel-account gebruikt en niet een privé-account. Dan kun je dadelijk niet delen. Als dat zo is, dan klik je op publiceren. Ook dat duurt even, niet zo heel lang. Je site is nu gepubliceerd. Om je een link naar je site te versturen, klik je daar op dat linkje, dat kettingje. Daar klik je op, dan krijg je het webadres van jouw eigen site die je net gemaakt hebt. Je klikt op link kopiëren.